We zitten in de 26e minuut, wanneer Ferdy Kwispel een corner mag nemen. Pruijic komt er niet aan. Wel Arnoud Bentham die hem weer inbrengt. En dan de countermogelijkheid voor de thuisploeg, de treffers. En daar moet je eigenlijk een overtreding maken. Nu is Vleiter weg. En Vleiter is snel. Vleiter houdt het overzicht. En Vleiter geeft een ideale voorzet op Azzedine Dikidak. En zo komt de treffers op 1-0. In de omschakeling wordt ACV geklopt. En de ploeg die sinds de oprichting van de hoofdklasse nooit is gedegradeerd. De treffers als enige club in Nederland komt op voorsprong en krijgt hier een uitgelezen mogelijkheid om op 2-0 te komen. Maar Waterink neemt niet goed aan. Uiteindelijk smoort hier de aanval omdat er een blessure is. En Kwispel nog geel krijgt voor een overtreding op het middenveld naar die slechte inspeelpaas van Nam de Wielink. De treffers opnieuw. En nu is het wel 2-0. Willem den Dekker scoort fraai naar de voorzet van Dikidak. Nijland kansloos. ACV krijgt maar geen druk op de treffers. En bij deze goal staat iedereen eigenlijk ook te kijken hoe den Dekker kan binnenkoppen. Het moet anders in de tweede helft. De eerste kans is voor de thuisploeg. Wordt uitverdedigd door ACV. Dit is invaller Justin Mulder. Dit is knap van Freddy Kwispel. En hier een andere invaller. Gijs Jasper geeft de bal mee aan Kwispel. Kwispel ziet de ruimte bij Boy Spijkerman. Die krijgt de bal keurig terug van Jasper en schiet binnen. Knappe goal van ACV. Dat 20 minuten voor tijd op 2-1 komt tegen de nummer 2 van de Bad Nation Divisie. De ploeg in het rood en zwart staat 5 punten achter Spakenburg. Maar die ploeg won eerder op de dag met 8-0 van Noordwijk. Treffers zal dus moeten winnen. Maar ACV wordt beter en beter. Zwickstra, knappe actie. Nou, nu nog binnenschieten. Poeh, dat scheelt niet veel. Maar het blijft 2-1. Weer ACV. Sopakua. Goeie voorzet. Kwispel, might miss. Krijgt een herkansing. Hier nog de poging van Gijs Jasper. En zij kijken naar de klok. Er is nog zo lang te spelen. Want er was een blessure bij een van de assistentscheidsrechters. Het spel lag daardoor lang stil. Maar hoeveel tijd wordt erbij getrokken? 9 minuten. Dat zou toch voldoende moeten zijn om een goal te maken. Maar Kwispel, Kwispel, Kwispel. Hoe krijg je deze bal over? Ja, als je deze ballen niet maakt, dan ga je het niet redden. Maar ja, de treffers blijven maar ruimte en kansen weggeven. Maar ook Nam de Wielink prikt niet binnen. Nog één keer dan. Mulder. Zwickstra, nu dan! Nee, het lukt ACV niet. Kansen genoeg. Maar geen tweede goal. En dus eindigt het in 2-1. Op een gegeven moment kwamen we best wel snel op 1-2 dan. Oh nee, 2-1 was het. Ja. En nou, op een gegeven moment kreeg Freddy een kans echt voor open goal. Ik kreeg zelf nog een kans voor open goal. En Gio kreeg nog een kans voor open goal. Dus eigenlijk 300% kansen. Ja, die valt dan net niet. En dat is wel jammer. Jammer, maar ook wel een beetje slecht. Want het had echt wel gekund. ACV door de nederlaag gezakt naar plek 10. Met 42 uit 28. Maar het gat richting plek 5 is nog zeker te overzien met 4 punten. Koploper nog altijd Spakenburg. Met 64 uit 28. RTV Drenthe.